namenspreekbeurt houden. Vandaag om 10:30. Ik wil jullie iets vertellen. Het gaat over mezelf. Het is iets wat ik heb. En daar zit ik best van mee. Jullie mogen het wel weten. Ik heb ADHD. Ik leerde van de dokter dat dat een stoornis is. Ik ben ermee geboren. Het is een stofje dat ik mis. En daardoor ben ik vaak veel te wild en veel te druk. Ik gooi van alles om, maar dat gaat per ongeluk. Ik ben een doodgewone jongen. Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik ben alleen te druk. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee, ik ben gewoon een jongen met ADHD. Op school heb ik problemen, zit geen seconde stil. En daarom moet ik van de dokter elke dag een pil. Ik zit nu niet meer te wiebelen, gooi niet meer met mijn pen. Maar soms dan lijkt het net of ik iemand anders ben. Maar als ik 's middags thuis kom, is die pil weer uitgewerkt. Dat hebben al mijn vriendjes vast en zeker wel gemerkt. Dan moet ik even razen, even alle remmen los. Mijn moeder zegt dan ga maar lekker rennen door het bos. Ik ben een doodgewone jongen. Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik ben alleen te druk. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee, ik ben gewoon een jongen met ADHD. Als ik een keer mijn pil vergeet, dan gaat het weer verkeerd. Dan zegt de meester, jongen, jij bent niet geconcentreerd. Ik denk aan 1000 dingen, mijn gedachten slaan op hol. Ik kan niet rustig blijven, want mijn hoofd zit veel te vol. Ik schuifel en ik draai, en ik maak een gek geluid. Ik wil naar de wc, want ik moet er even uit. De meester zegt, blijf zitten, let nu een keertje op. Ik pak mijn boek, maar alle woorden dansen door mijn kop. Ik moet me concentreren, maar ik weet niet wat dat is. En als ik nu een beurt krijg, dan gaat het zeker mis. Ik geef het foute antwoord uit de verkeerde les. Ik heb het weer verpest, maar ik deed het niet expres. Ik ben een doodgewone jongen. Ik ben niet gek, ik ben niet dom. Ik ben alleen te druk. Ik snap zelf niet eens waarom. Dat is best vervelend, maar ik ben niet zielig. Nee, hij is gewoon een jongen met ADHD. Dat was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen?